welkom bij alweer een nieuwe sportvideo van Missie Koning. Voor deze sportvideo heb je helemaal niets nodig, alleen een beetje goede zin. En je mag hiervoor zitten of staan en iedereen kan meedoen. We gaan onze armspieren trainen vandaag en dat doen we op 8 verschillende manieren. Ik zal ze eerst even uitleggen en vervolgens doen we een aantal herhalingen samen. De eerste oefening, strek je je armen uit naar de zijkant. Zorg ervoor dat ze goed doorgestrekt zijn, je lekker rechtop zit en je schouders in je rug duwt. Je begint met het maken van kleine cirkels naar achter toe. Dat is oefening 1. Oefening 2, precies hetzelfde, rechtop zitten, schouders in je rug en dit keer draai je de cirkels naar voren toe. Oefening 3, draai je armen voor open, alsof je iets vasthoudt, lange vingers en je draait de cirkels weer naar achter. Probeer ervoor te zorgen dat je bovenlijf lekker stil blijft, dat je niet heen en weer gaat. Stil houden je bovenlijf. Heel goed. Dat is oefening 3. Oefening nummer 4, je armen zijn open, alsof je iets vasthoudt en dit keer draai je naar voren toe. Het kan zijn dat je die al een beetje begint te voelen branden. Heel goed. Oefening 5, die noem ik het zwaanmeer. Je armen gaan omhoog. Je duwt je schouderbladen tegen je rug aan, omlaag. En als een zwaan gaan je armen omlaag. Dat is oefening 4. Mag in je eigen tempo, je kan hem super langzaam doen. En je kan hem ook, als je een leuk muziekje aan hebt, op de beat van je muziek doen. Oefening 5, die noem ik Serving Like a Waitress. Alsof je 2 dienbladen vast hebt op je handen. En die dienbladen wil je niet laten vallen. Dus je handen gaan niet over zo, over zo. Je houdt ze lekker plat. En ondertussen strek je je ellebogen uit. Serving like a waitress. Volgende oefening. Driehoekje maken boven je hoofd. Handen wijzen naar voren toe. En je duwt elke keer je schouderbladen tegen elkaar aan. Duw. En terug. Duw. En terug. Duw. En terug. En ook hierbij geldt schouders. In je rug. Duw en terug. Duw en terug. Heel goed. De laatste oefeningen. Jazz oefening. Je maakt jazz hands met je vingers. Super grote posities van je handen. En het is de bedoeling dat je je vingers echt zo ver mogelijk uit elkaar strekt. Ja? Dus poem. En poem. Omhoog. Strek ze wijd uit elkaar. En als je bovenaan bent, ga je weer terug. Omlaag. En dat kan natuurlijk ook dubbel tempo, dus wat sneller als je dat wil. Omhoog, 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 omlaag. Misschien nog wel sneller. Pom, 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 pom. En blijf je vingers uitstrekken. Omlaag. Heel goed. Nou, dat waren alle oefeningen. Je kan voor jezelf een muziekje opzetten en dan alles achter elkaar doen. Ik zal zo...